De V-Powder Weekly wordt mede mogelijk gemaakt door Outdoor Excel. Welkom bij een nieuwe V-Powder Weekly. En we hebben weer wat bijzondere spullen hier zo in de studio staan, Hof. Ja, ik heb meegenomen uit de zolder de eerste generatie airbag die er was. Dat ding dat weegt nog een ton. Ik vermoed dat er niet veel spullen in zitten. Nee, er zit niks in. Dit is alleen maar de... Niet normaal, man. Dit is al zo'n gigantisch zware tas. Het is een enorme zware, onhandige unit. Ja, het is wel heel grappig. Dit is dus de eerste generatie ABS. Welk jaar hebben we het over, Rolf? Eind jaren 80. Eind jaren 80? Nee, eind jaren 80 is die ontwikkeld. Ja. En deze is vanuit halverwege de jaren 90, zeg maar. Ja, toen was dit productiemodel, zeg maar. Is te gek, hè? Dus dit is de hendel. Die bengelde ergens rond en dan moest je er maar te pakken zien te krijgen. Dit hele bovenvak, dit is eigenlijk de ballon. Ja. Die kwam zo aan de voorkant eruit. Dus ja. Die kwam op je rug, maar in de lengte. Ik doe af en toe wel het ritsen open. Er zitten allemaal ritsen in. Dit is nog een soort vak. Daar kan je nog spullen in kwijt. En dan heb je hier zo de rits waar dan de ballon in zou... Kijken. Dat is ook niet. Het is een. Het was een eerste systeem. We kunnen kijken. Goed, ik haal deze er even af. Kijk, het is een gigantisch apparaat. Dit is wel gewoon dan de tas, zeg maar. Ja, daar zit. En hier zit dan. Oh joh, god, hier zit de hele cartridge. Ja, daar zit de. Je hebt nog een. Ik was geen kwijt. Ik was er geen kwijt. Nou, gevonden. Ik heb het ook nog. Rolf, er zit nog meer in. Kijk eens. Rolf, zet je vellen. Nee, ja. Zet je vellen die inmiddels zelf omhoog lopen. Maar ja, dus dat, dan wordt hij iets lichter. Maar dit is gewoon het zware deel. Dit is echt een hele zware unit, hè? Ja, tof hoor. Maar goed, dit waren dus de eerste, zijn er nooit heel veel van verkocht. Peter Aschauer, die was er. En zo is ook de naam ABS ontstaan. Evelyn's Balloon System heette het toen nog. Dat was de oorspronkelijke naam. Ja. Lawine Airbag System noemden ze het later. Ja. Goed, is leuk. Maar ik dacht, het is ook wel weer even goed om... Er zijn altijd veel vragen over airbags en welke soorten zijn er. Zeker, en hoe effectief zijn airbags? Deze is natuurlijk niet meer verkrijgbaar, maar het is wel tof om te zien, zeg maar, waar dit nou vandaan komt en wat voor stappen die hele... Ja, dus dit is eigenlijk de basis van de ding is nog steeds een trigger met kruid, zoals het nog altijd is bij veel ABS, bij alle ABS eigenlijk. Ja. Een trigger met kruid en dan een ballon die ontploft op gas. Zit nu ook op mijn broek dat kruid wat er een beetje aan zat. Het rook je, bij die rook je het heel erg. Als je het trok, dan was er echt een enorme kruidlucht in de studio. Want ik heb een keer getrokken in een studio. Jij bent nog een soort van presentator geweest natuurlijk. Ja, ik mocht een programma maken. Dat was helemaal leuk. Ik presenteerde niet alles, want het was meestal zonder presentatie. Ja. Maar een aantal demo's heb ik wel gedaan. En ik had dat ding laten invliegen. Voor de mensen die willen weten welk programma dat is Downhill Report. Staat dat er op YouTube ergens? Nee, nergens te vinden. Nergens te vinden? Ik ben de enige die nog wat banden heeft. Praat verder. Ik ga ondertussen even kijken of dat nog te vinden is. Goed, maar dat was de basis. En gas is nog steeds de basis van heel veel airbags. Dus je hebt gassystemen. Eigenlijk één is gewoon met de normale cilinders zoals iedereen die kent. En Mammoet gebruikt die, Arva gebruikt die, Ortofox gebruikt die, ABS gebruikt die. En daarnaast heb je een ander systeem op gas. Dat is van Elpride. En dat zijn twee kleine cilindertjes, eigenlijk gascilindertjes. Die moeten gemixt worden. En dat is een disposable system, hè, met de grotere cartridges... Van de grote merken, zal ik maar zeggen. Die trek je, dan is die leeg. En dan kan je hem op een soort statiegeldbasis kun je hem inleveren. En dan betaal je voor een nieuwe vulling. €25 of zoiets. Die kleine dingen van Elpride, die zijn disposables. Die gooi je gewoon weg. En dat is ook wat aantrekkelijker om dus een reservepaar mee te nemen. Want bij de cartridges van de grote merken, die zijn gewoon €140 om te kopen. Dus heb je niet zo gauw een reserve erbij. Dat is niet zo aantrekkelijk. Maar die disposables, die wegwerp... Cartridges die kosten €35 of zo. Daarnaast, toen hebben we natuurlijk de elektrische airbags gekregen. Jetforce in eerste instantie. Jetforce zijn elektrische airbags met een accu erin. Een flinke lithium-ion. Niet te vinden, nou goed wordt. Niet te vinden. Nee, het is echt niet te vinden. Het is er niet. Nou ja. Dus lithium-ion, grote lithium-ion batterij. Daar zijn twee dingen mee. Eén, op een gegeven moment vond de vliegtuigmaatschappij dat niet meer zo leuk, want lithium-ion kan in de brand vliegen. En dit vinden ze vaak een te zware batterij om mee te nemen zomaar.
En het tweede, de olifant in de kamer altijd met dit soort systemen, is dat een lithium-ion accu, dat gaat natuurlijk een keer kapot. Net als met je batterij, met je telefoon. Op een gegeven moment wordt die batterij minder. En we zien nu dat de eerste generaties mensen komen, ja, maar batterij doet het niet meer. Die laadt niet meer op. En ja, en van die eerste generaties, die zijn gewoon niet meer vervangbaar. No. Zeggen ze bij JetForce gewoon, ja, sorry, we hebben het systeem veranderd, niet meer te krijgen. No. Dus dan ben je gewoon een bokje en dan kan je gewoon je elektrische airbag eigenlijk no. Wegdoen. Goed, en die elektrische airbags die hebben zich doorontwikkeld. En inmiddels is er een systeem dat werkt ofwel op batterijtjes, dat was de eerste versie, ofwel met een oplaadbaar batterijaccu'tje, maar veel en veel kleiner dan in JetForces. En dat laatste systeem, dat heb ik even meegenomen voor de gein, dat is een heel compact systeem. En dat werkt op ons met een soort... Dat is wat anders dan wat het was, hè? Dat is even anders. Dit is echt best wel een licht systeem. Ja, dit is best wel een zwaar systeem. Dit is best wel een zwaar systeem. Dit is niet het allerlichtste systeem, overigens. Die gassysteempjes met die disposables, daar zijn een paar hele lichte versies van. Maar je ziet, dit is een vrij compact systeem. Hier zit het accu'tje ook al in. En dit werkt op een soort condensatoren. Daar is ook een Elp-Wright-versie van, de E1 en de E2. Dat is hetzelfde systeem. Die zijn ermee gekomen. Dit is dan Ortofox, de Lightwick. Dat is een samenwerking van Ortofox en Arc'teryx. En dat is dan de laatste generatie. Ja. Maar het principe is hetzelfde. Alleen de Elp-Wright E1 en E2 werken dus met twee AA-batterijtjes. En dit is een oplaadbaar accu'tje. En dat zijn de soorten airbags die er zijn. Hey, maar oké, de werking, of tenminste, de werking is anders natuurlijk bij al die verschillende tassen. Maar het principe is natuurlijk wel nog steeds hetzelfde. Het principe is hetzelfde. Dus, we blazen een ballon op. Precies. En daardoor is de kans veel groter dat je aan de bovenkant van de lucht. Want je vergroot je oppervlakte. En die heeft de neiging om zo'n soort zeef te werken. Dat de grote delen uiteindelijk bovenkomen. Ja, als er genoeg geschud wordt, zal ik maar zeggen. Als er genoeg turbulentie is, dan komen de grote delen boven. Ja. En met een airbag ben je een groter deeltje. Maar dan nu de handvraag, Rolf, want die vraag die krijgen we regelmatig. Jij natuurlijk misschien nog wel meer dan ik. Maar ik krijg vaak de vraag van helpt het nou echt? Dat is eigenlijk de vraag die mensen stellen. Ja. Airbags werken zijn een slimme investering. In die zin, het verdubbelt je overlevingskansen als je in een lawine terechtkomt die levensbedreigend is. Laat ik het maar even zo zeggen. Ja. Ja. Er is uitgebreid onderzoek van gedaan. En airbags, je moet niet vergeten, die verdubbeling van overlevingskansen is inclusief het feit dat 20% van de mensen, nou het is iets minder, maar 18% van de mensen er niet in slaagt om het ding te trekken. Ja. En dan hebben we nog 2%. Dus op het moment dat je dat dus wel kan, dan sta je alweer met meer dan verdubbeling voor. Gaat het veel beter. Ja. Dus dat is heel interessant, want het is echt een groot probleem dat mensen een airbag... Er zijn dit jaar ook alweer mensen omgekomen, airbag niet getrokken. En in die zin is het wel interessant. Er is één systeem op de markt van ABS, de P-Ride, waarbij je de airbag van je maatjes kunt trekken. Ja. En het is een heel erg onderbelicht systeem. Dat vind ik, het is duur hoor. En vroeger was het als add-on, kon je het kopen voor een airbag. Dus je had een airbag en dan kocht je het systeem erbij voor €300 in de tijd. Dat vond ik nog wel een interessante optie. Nu moet je een heel nieuw systeem kopen, is duur. En dat is jammer, want zou wel een oplossing dus zijn voor 18% problemen. Ja. Ja. Dus het zou een hele interessante optie zijn en het zou een groot probleem oplossen. Ja. En het zou airbags nog veel effectiever maken. En ze vergelijken het trekken van een airbag natuurlijk ook vaak met het trekken van een parachute, hè, met parachutespringen. Gewoon dat je daar een routine in moet krijgen. Ja. Uit het onderzoek bleek ook dat professionals minder problemen hebben met niet trekken van een airbag. Ja, precies. Ze zijn kennelijk iets vertrouwder met de situatie, twijfelen wat minder, whatever. Maar die slagen er vaker in om een airbag te trekken. Ja. Dus oefenen, zeker er vertrouwd mee raken, schijnt te helpen. Nou ja, kijk, ik denk dat het enerzijds het vertrouwd zijn en het echt als een iets moet zijn waar je niet meer over na hoeft te denken. Dus dat kijk, pak, trek. Dat moet natuurlijk helemaal in je zitten. Dat moet je, als ik jou 's nachts wakker maak, dan moet je meteen die beweging bij spreken kunnen maken. Ja, precies om weten waar die zit, goed afstellen voor jezelf. Maar ik denk ook dat er een ander belangrijk deel aan de grondslag ligt. Namelijk waarom dat bij gidsen bij spreken wel goed gaat en bij normale skiers, snowboarders minder goed. Namelijk dat een gids vrijwel direct de ernst van de situatie beter kan inschatten. En ja, dat denk ik ook. Hè. Dat iemand die dat minder goed kan, denkt van ja, maar is dit het moment? En ik hoor natuurlijk ook lust verhalen van ja, maar dan ben ik mijn cartridge kwijt. Dat is natuurlijk het minst goede argument wat je kan hebben om je airbag niet te trekken. Nee, klopt. Maar ik denk dat dat ook wel een grote rol speelt. Dus dat je op het moment dat je dus
ja, dat er zo'n situatie is. Dus ik denk van, oh ja, oké, okay, misschien kan ik er nog wel uitskiën, whatever. Weet je, nou ja, wat ook de reden is. Ja, ik denk dat dat heel erg klopt wat je zegt. Het is een soort twijfel. En dat komt, denk ik, omdat een lawine begint heel langzaam. Ja. Het breekt onder je en dan glijdt het een beetje. En dan heb je toch wel zoiets, oh, dit regel ik wel. Ja. En dan komt er een soort versnelling waarin je opeens... En vaak kan je nog zitten op de grote brokken. In het begin zijn er heel veel grote brokken die dus lekker een beetje surfen. Klopt. Maar als dat dan begint op te breken, dan opeens ben je kansloos. Ja. En als je hem dan... Ja, en dan kom je er niet meer bij, kennelijk. Ja. Ja. Dus ik denk twijfel en het onderschatten inderdaad van de situatie. Van, hey, het breekt. Oh, dit fix ik wel, want het is heel langzaam. Het valt wel mee. En dan nog verrast worden door de versnelling. Belangrijk probleem. Over het aspect van, hey, dan ben ik mijn cartridge kwijt. Dan wil ik nog wel iets kwijt. Want ik heb recentelijk ondervonden, niet zelf, maar van mensen waar ik contact mee had. Die hadden per ongeluk een airbag getrokken. Die ging onder een hekje door, ding bleef hangen. Pang, dat gebeurt heel vaak. Of in een lift of wat dan ook. Die waren in een groot skigebied. Van het desbetreffende merk waren er 8 dealers in dat skigebied. En daar was er geen één bereid om de cartridge in te wisselen voor een volle. Zeiden allemaal, ja, je kan een cartridge kopen, €140. Vond ik heel teleurstellend. Want dat betekent dus dat het statiegeldsysteem, als je in de shit zit in het buitenland, niet altijd schijnt te functioneren. Nee, ja, dat is wel echt heel slecht. Dus dat is wel, dus in die zin, als je met vaste groepen rijdt, is het misschien de moeite waard om met z'n allen één extra ding, dat je één keer de kans hebt om dat probleem op te lossen. Ik weet niet wat het is, maar ik was uitermate teleurgesteld. Ja, welk skigebied was dat? Val d'Isère. In Val d'Isère. Ja. Sorry, joh. Het is een heel groot skigebied, echt 8 dealers. En ik snap wel, dan hè, dat spul moet allemaal de berg op en dit en dat. Het is voor hun lastiger om het te vervangen dan hier in Nederland bij, nou, noem ze maar op, MK Ski Service, Ouder XL, Van den Berg, weet ik wel, daar heeft ze misschien wel. Heemskerk. Daar wordt het over het algemeen vrij makkelijk ingereld. Maar kennelijk in die Alpen denken ze van, joh, je zit in de shit, is prima, dus je kan wel aftikken. Ja. Ik weet niet of het overal zo is. Dit is voor het eerst dat ik het hoorde, maar ik vond het uitermate teleurstellend. Ja, dat is het zeker. Dat is het zeker. Kunnen we de komende jaren, denk jij, nog innovatie verwachten vanuit Airbagland? Of is dit wel een beetje nu wat het is? Ik denk dat de capacitators, dat de weg wordt om te gaan. Heel erg standalone en hoe dat dan gaat met de batterij. Die dingen zullen echt nog wel misschien compacter kunnen worden of wat dan ook, lichter. Zie toch wel de trend zoeken naar de lichtst mogelijke oplossing. Ja. Nou, je voelt al, dat is een enorme stap gemaakt. Ja. En ik hoop zelf dat er een betaalbare optie komt waarbij je dus inderdaad op de een of andere manier elkaar kan helpen met het trekken. Ja. Dat zou mooi zijn als er een iets goedkoper alternatief voorkomt, zodat het aantrekkelijk wordt voor mensen, bij voorkeur als een add-on systeem of weet ik veel wat. Dat zou mooi zijn. Ja, precies. Of dat je daar weer een combinatie van krijgt die het niet heel veel duurder maakt. Ja. Want zoeken, ik weet niet of het nou zo heel ingewikkelde technologie is, snap ik niet helemaal. Nou ja, maar dat hebben we het ook wel eens met de lawinepiepers over gehad. Ja, dat is natuurlijk waarschijnlijk niet een hele ingewikkelde techniek. Nee, maar ja. Ja, aantallen. Ja. Aantallen. Ja, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Er zijn relatief weinig mensen natuurlijk geïnteresseerd in dat product. Weet je, ja, dat in eerste instantie zijn het vooral gidsen natuurlijk. Je moet wel een hele fanatieke freerider zijn. Het feit als je een airbag hebt, dat is al heel goed. Maar ik denk dat er relatief weinig mensen zijn die zullen zeggen van, hé, ik loop nog even wat extra's en dan heb ik nou dat. Ja, als het een extra's is, dan denk ik dat dat nog wel goed gaat. Maar nu komt het erop neer, je airbag die je hebt, die gooi je weg en dan moet je een nieuwe kopen. Ja. En die nieuwe die is op dit moment heel duur. Ja, precies. Nee, dus dat is het probleem. Dus dat is het probleem. Dus ik hoop dat daar een goedkope, relatief simpele oplossing voor komt, zodat het langzamer zijn. Maar kijk, en als je een gidsbureau hebt en die tassen ook mee verhuurt aan je klanten, dan snap ik dat heel goed. Ja, bijvoorbeeld in jouw geval met Snow Safety Center, snap ik dat ook. Maar ja, als je dus gewoon je normale crew hebt en daar rij je altijd mee, dan is het wel... Ja, nee, het is een hele dure optie helaas. Maar dat zou mooi zijn als je zou vragen, wat zou jij graag zien nog in airbags? Dan denk ik, als we in die richting iets zouden kunnen verzinnen nog, dan zou dat, denk ik, dan kan dat enorm helpen om nog wat slachtoffers te voorkomen. Ja, ja. 18% van de airbag gebruikers zouden we daarmee een betere kans kunnen geven. Eens. Nou, laten we daar dan op inzetten. Rolf, bedankt ook voor het meenemen van dit mooie reliquie. Dat is natuurlijk, laten we nog één keer even zien, want het is echt een te gek ding. Dus, gaat hij al? Ja, top zwaar. Dan gooi je al meteen, Anyway, bedankt voor het luisteren/kijken en tot de volgende. Tot de volgende.